Zo, goedemorgen. Ik ben nog niet helemaal wakker, zoals je aan mijn stem kon horen. Maar ik ben even bij het zwembad gekomen. Zoals je kunt zien, zitten we heerlijk in downtown Dubai. Er is helemaal niemand bij het zwembad. En ik heb een lekker ontbijtje besteld. Met een chia pudding hier. Het ziet er wel heel lekker uit, moet ik zeggen. En dit, wat het was, weet ik eigenlijk niet meer. Iets met yoghurt ook. En dit ook. Ja, verschillende yoghurtjes. En dit heb ik dus eigenlijk nog nooit gedaan. Maar ik vind het zo lekker. Dit is een fresh watermelon juice. En het is heel simpel, maar ik vind het zo lekker. Nou, we hebben hier bedjes. Nina ligt daar. Alleen die is eventjes naar de kamer. We hebben allebei heel eerlijk gezegd een kater. Dus we liggen hier heel eventjes te ontspannen. Eventjes een kleurtje krijgen voordat de dag echt gaat beginnen zometeen. Hallo en welkom bij een nieuwe vlog vanuit Dubai. Ik zit in de taxi met Dina. Hallo. Dina is haar make-up eventjes aan het fixen. We zijn onderweg naar Nikki Beach. Ik ben er nu... Het is eigenlijk de officiële tweede dag. Ja, je kwam de nacht aan. Ik ben woensdag een nacht aangekomen. En gisteren was het donderdag en nu is het vrijdag. En we zijn met een super leuke groep. Ja. En die hebben in de vorige beelden al wat dingetjes kunnen zien van mijn aankomst. We zijn met een hele leuke groep dus. We gaan nu naar Nikki Beach. En ik ga jullie kijken. En mijn vriend was jarig gisteren. En gaan we weer een beetje zijn verjaardag vieren. Verjaardag
Celebration Day toe. We zijn aangekomen bij Nikki Beach nu. Hele mooie auto's staan hier ook. Gaan we naar binnen? Zo, we zijn weer op de kamer en we hebben lekker pokeballs besteld. Wat heb jij? Wat is dit? Oh, dat is ook niet gember. Daiken. Dat is een soort van radijs. Oh, daar hebben we zalm, avocado, shrimp. En ik had zalm, tonijn, avocado, zeewier. En we hebben lekkere sausjes en glutenvrije sojasaus. Want we eten allebei glutenvrij, dus dat is top dat het komt. Sapjes, juices. En we gaan zo op de boot. Ik heb ook een AC-bol besteld. Even deze afrekenen. Even iets gezonds doen. En dan ga ik me nog even klaarmaken en dan gaan we naar de boot. Kijk ook even naar deze troep hier. Niet normaal. Die namen maken er echt een chaos van. Ik ben omgekleed. Ik heb dit leuke pakje aan. Die had ik te koop in mijn webshop. Volgens mij niet, anders haal ik het eruit. Ik ben over. En ik heb dit badpak aan. En nou, dan doe ik dit zo meteen uit. Haar in de start. Oorbelletjes in van Dior, make-upje. Even een lunch opdoen. En dan gaan we nu naar de boot toe. Ze hebben gewoon net schoongemaakt en het ziet er gewoon nu al zo uit. Het kan echt niet, hè, Dien? Ja, echt. Gewoon letterlijk een half uur geleden was het spik en span hier. Oh my god. Gewoon kijk nou, wat een troep wij hiervan maken. Gewoon in een half uur tijd. Ja. Wat doe je? Ik heb mijn pasje niet mee. Ja, maar ik heb wat van je schat. Komt goed. In Dubai is overal een masker verplicht. Behalve bij het zwembad of bij een restaurant aan het strand. In Dubai is alles zo modern, hè? In Nederland hebben we dit dus echt niet. Je moet hier doorheen lopen als je binnenkomt en dan word je helemaal gedesinfecteerd in ons hotel. Hi, can you get us a taxi please? Yes, thank you. Ja, het is heel dichtbij. Nou, op deze boot gaan we super mooi. Daar zitten ze al hoor, allemaal. Heel mooi. Zo, ik ga jullie even een tour geven van onze jacht. Het is echt oprecht waanzinnig. Niet zo'n mooie grote jacht. Niet normaal.
Echt prachtig. Je kan hier dus lekker zitten. En bovenop zitten een paar vrienden. Daar kan je ook heerlijk zitten. Achterop hebben we ook een lounge tafel waar je lekker kan zitten. We zijn nu nog in de haven. We gaan zo uitvaren. Hier uitzicht op de mooie gebouwen. Echt prachtig. Ik ga hier zo meteen lekker liggen. Hier is de lounge tafel. Hier gaan we straks lekker lunchen. En dit is binnen. Hier kunnen we lekker cool zitten. Ook super. En hier kan je zien hoe groot het eigenlijk is. Het is echt een grote jacht. Niet normaal. Zo blij en dankbaar dat ik hier kan zijn. Mijn bikini, badpak bedoel ik. Want ik weet dat ik er vragen over ga krijgen. Die is van Misguided. Bijna al mijn bikinis en dingetjes zijn van Misguided. Ze zijn gewoon makkelijk, vind ik. En leuk. Het is alleen maar vis. Bij een nieuwe dag bedoel ik. Het is vandaag zondag. En ik heb een ochtendwandelingetje naar de mol. Ik zal even laten zien hoe het er hier uitziet. Ik kom helemaal van daarboven. Ben ik naar beneden gelopen vanaf het hotel. En nu loop ik naar de mol toe. Nou, een leukere ochtendwandeling dan dit. Kan ik me dus niet voorstellen. Het is wel heel warm, moet ik zeggen. Ik ben het niet zo gewend, deze hitte. Maar, het is hier dicht. Oh nee. Even kijken of ik zo kan lopen, ik denk het wel. Prachtig, hier is dus de Dubai Fountain. Heb je leuke bootjes waar je in kan om dichter bij de fontein te komen. Maar dat raad ik niet aan. Mocht je een goede plek willen als je hier bent om de show te bekijken, kom hier naartoe. Serafina. Dan heb je hier een hele goede plek waar het niet zo crowded is. Want als je daar staat, waar dus de meeste mensen hadden staan, dan zit je echt op elkaar. En dat daar zijn dus allemaal restaurantjes waar je uitzicht hebt op de fontein. Dus dat is heel erg leuk om dan te eten. Ze zijn overal aan het verbouwen hier. Wat een lawaai. Nou, en dat is dus helemaal de mol daar. Dit hele stuk, maar ja, dit is nog maar een heel klein stukje ervan. En dan neem ik jullie zo nog eventjes mee binnen. Mijn outfit vandaag. Het shirtje is van Gucci. Het broekje, ik weet nu al dat ik vragen krijg, is van de Zara. Tasje Louis Vuitton. Slippertjes van Hermes. Vandaag ben ik echt in een merkdagje. In een designermerkdagje, toevallig. Oh jongens, zo mooi hier. Ik ben zo dankbaar dat ik hier ben. Kijk eventjes. En mijn vriendin Nina, die woont dus in dit gebouw. Waanzinnig, in Edwards Downtown. Zoek maar op als je het interessant vindt. Heel mooi hotel ook. Het ene gedeelte is dus een hotel. En het andere gedeelte zijn appartementen. Waanzinnig. Dus
Zo, eerst even donuts halen voor oom en Chris. Nou, ik ben in de mall aangekomen en ik word helemaal gek. Ik ben hier net naar binnen geweest bij Balmain. Het is dus een outlet store in de mall. Nou, jongens, ik word helemaal gek wat ze hier allemaal hebben. Ze hebben koffers. Ze hebben daar de blazers. Maar gewoon echt de Balmain blazers. Dit zijn de Balmain blazers. Echt voor €400. En kijk ook deze badjas. Echt, ik word helemaal gek. Kijk, en hier al deze shirtjes. Die gewoon nu te koop zijn. Kosten hier nou. Wat kost het? Even kijken. €120. Gewoon geen geld. Bizar. Dit beeld vind ik heel gaaf daar. Maar goed. Ik ga even naar de Sephora. Wauw. Heel mooi. Dit is een stukje van het luxe gedeelte. Met de dure winkels. Heel mooi. En door heel de mall heb je allemaal heerlijke parfums. Heerlijk. En voor de make-up meiden onder ons. Dit is toch een droom. Oh my god. Ik heb hier eigenlijk even geen tijd voor. Ik kom nog een andere dag terug voor make-up. Nou, de Louis Vuitton freak in mij, die krijgt nu hartklopping hoor. Niet normaal. Zo, ik ben even in mijn eentje bij dit tentje gaan zitten. Ze ziet er wel uit. Een heerlijke acai-bol besteld. Met banaan, mango, aardbeidjes. Ik weet niet wat dit is. En een lekker theetje. Oh jongens, ik krijg hier echt de kriebels van. Ik moet het gewoon even met jullie delen. Oh, dit zou maar je job zijn. Ik heb hier echt respect voor deze mensen. Maar ik kan niet meer inzoomen. Nou, jullie kunnen het volgens mij wel zien. Ze zijn daar dus de ramen aan het schoonmaken. Dat moet natuurlijk gebeuren, want we zijn in de woestijn hier. Maar hoe eng is dit? My god. Ik zou dit echt nog voor geen miljoenen willen doen. Echt oprecht niet. Verschrikkelijk. End of the day. Dit was onze cabana vandaag. Heerlijk met een privé zwembadje. We waren vandaag bij Rixos. Echt een aanrader. Hele mooie pool hier. We hadden dus deze cabana gehuurd met z'n allen. En hier heb je een mooi uitzicht op het rad. Zo, welkom bij een nieuwe dag. Het is inmiddels al dinsdag. En het is alweer de laatste dag in Dubai. Ik besef nu dat weer dat ik niet zo'n goede vlogger ben. Maar ik doe mijn best. En dit is mijn outfit. Oh, dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb een topje aan van de Zara, heel simpel. Een rokje van de Zara. Een riem van de Zara. En dit ding voor over je bikini is van Missguided. Ik heb er hier echt een top van gemaakt, zoals je kan zien. Niet normaal. Ik wou even mijn nieuwe spulletjes met jullie delen. Die ik in de mall had gehaald. Bij Sephora. Als eerste deze foundation. Ik heb hem vandaag ook... Oh, hij stelt niet scherp. En die heb ik in de kleur 6 Neutral. Verder heb ik een nieuwe beauty blender gekocht. Wat heb ik nog meer gekocht? Even kijken. Wat is dit? Dat is de foundation. Oh ja, deze heb ik gekocht. Fenty Beauty bronzer in de kleur Private Island. Dat heb ik ook gelijk opgedaan. En ik heb een Fenty Beauty Instant Retouch Primer gekocht.
niet scherp stellen, jongens. Super irritant. Deze heb ik gekocht. En dan loop ik even naar mijn tas. En dit heb ik dus ook gehaald. Op aanraden van Dina. Van Laura Mercier. Hij wil maar niet scherp stellen vandaag. Deze poeder. Deze is heel populair. De Translucent Powder. En die breng je dan aan met dat sponsje. Die neem ik even mee. Dit laat ik straks zien. De receptie heeft net super lief mijn coronatest uitgeprint. Plus de boarding pass. Nu ga ik deze troep hier opruimen. En inpakken. Want over, even rekenen. 2 uurtjes moet ik ongeveer weg. Dus dit wordt een pittig dingetje. Ik ga je nog even laten zien wat ik bij Victoria's Secret heb gekocht. Dit is het ene tasje. Het andere tasje die kan ik even niet vinden.
Oh, de andere tasje heb ik gewoon mijn kleine koffertje gedaan. Ik ga het even laten zien aan jullie. Dit superleuke balkje. Heel mooi. Echt heel mooi. En daar past deze BH dan heel erg mooi bij. Kijken. Zo, met Victoria's Secret. Nou, dat is wel heel slecht hoe ik het nu laat zien. Je ziet het bijna niet. Nou, ongeveer kan je het zo zien. Victoria's Secret. En op het broekje zitten dan ook die steentjes. En dan heb ik die ook in het nude, het broekje. Even kijken. Kijk, super mooi. Echt prachtig. En daar heb ik dan ook de BH van. En nog een ander mooi pakje. Maar die zitten dus al in mijn koffertje. Dus echt super blij mee. Dit moet ik ook even inpakken. En daarnaast heb ik van dit winkeltje. Bij GBR. Batil heet het cafeetje. Hele lekkere dadels gekocht voor mijn moeder. Cadeautje. En waar is mijn souvenir? Ik heb ook nog een heel mooi souvenir gekocht. Sorry voor mijn stem trouwens. We hebben gezongen en gedronken. Kijk hoe leuk. Een Bors Al Arab. Die ga ik ergens thuis neerzetten. Super leuk. Ik vond hem wel heel mooi. Nou, daar gaan we dan, jongens. Dag, mooi uitzicht. Oh, ik wil zo niet weg. Ik ga het echt enorm missen. Ik voel me hier zo erg thuis. Die mannen zijn een taxi voor me aan het regelen, want het is zo vol. Normaal gesproken staan ze hier altijd klaar. Maar er is niemand. Koffertjes staan klaar. Vliegtuigautootje aan. Ik ben echt moe. Ik heb een half uurtje geslapen.